een blaze-schot om een blaze zwaard te maken. En mijn doel is om de ender dragon te verslaan met dit soort items. Alleen heb ik hiervoor dit item nodig, namelijk de combiner. En die kan ik alleen maken als jij op het duimpje omhoog drukt op deze video. In 3, 2, 1, dankjewel. Oh, wat een heerlijke dag hier in Minecraft natuurlijk. En dankzij jullie kan ik deze challenge makkelijk starten. Want ik heb de combiner al gekregen, zoals je kan zien in mijn inventory. En wat dat dus doet, is dit item kan ervoor zorgen dat ik allemaal items kan combineren. En de eerste combinatie die ik moet proberen, wat in de chat staat, is een stonehoe plus een sapling. En een stonehoe kunnen we wel krijgen, alleen moeten we daarvoor eerst wat steen zien te verzamelen. Alleen hebben we natuurlijk allemaal village huisjes en hier van deze boom kunnen we een sapling krijgen. En dan ben ik heel erg benieuwd wat er gebeurt als je een stonehoe en een sapling combineert met elkaar. Alleen moeten we eerst wel een sapling zien te krijgen van deze boom, maar laten we eerst maar wat hout gaan verzamelen. Om natuurlijk een crafting table te maken en wat tools. En kijk eens aan, daar ligt de eerste sapling al en daar ligt er nog één. Oké, dat is perfect, want dat hadden we zeker nodig. Dan kunnen we hier een crafting table van maken op deze manier. En dan kunnen we met het overige hout, kunnen we natuurlijk eerst een houten pickaxe maken. Kijk eens aan, wat stokjes. En dan maken we hier een houten pickaxe van. Wat ik dan namelijk wil doen met deze houten pickaxe is een klein beetje steen gaan lenen van dit huisje hier natuurlijk. Want op die manier kunnen we met dit steen kunnen we een stenen pickaxe gaan maken. Of nee, we moesten een hoe maken. Kijk eens aan, een stonehoe en een sapling. En wat we dan alleen maar hoeven te doen is terug naar de combiner te lopen. En dan doen we natuurlijk de stonehoe in en de sapling. En dan krijgen we een tree destroyer. Ik ben heel erg benieuwd wat deze gaat doen. Het lijkt een beetje op een soort zaag of zo. Oké, hier staat nog een boom. En wat gebeurt er dan als ik rechtermuisknop doe? Ik zie niet... Oh! Oké, hij hakt in één keer de hele boom weg. Wow, oké, dat is heel erg vet. De volgende combinatie die we moeten doen is een aardappel en een wortel bij elkaar, staat er in de chat. Oké, ik zie hier wel een farm. Hier is een aardappel. Ja, kijk eens aan, een wortel en een aardappel bij elkaar. Wat zou je daar nou weer van kunnen krijgen? Oké, de aardappels erin en de wortels erbij in om een carotato te krijgen. Oftewel een wortelaardappel, dat klinkt niet heel erg lekker. Oké, ik denk niet dat het heel erg lekker zal smaken, maar ik heb nog geen honger. Laten we kijken wat het volgende item is wat we kunnen combineren natuurlijk. Het volgende item is een stenen zwaard en een stone pickaxe. Dus we hebben genoeg steen nodig en een stone pickaxe om dus het item bij elkaar te combineren. We hebben genoeg steen verzameld op deze manier. Hier kunnen we natuurlijk allemaal planks mee maken en dan kunnen we allemaal stokjes gaan maken. Dan moeten we een stenen pickaxe maken en een stenen zwaard. Natuurlijk. Kijk eens aan, zo, dit op deze manier en een stenen zwaard op deze manier. Deze moeten we dus bij elkaar gaan voegen in de combiner. Oké, eerst even kijken. Een stenen zwaard en een stenen pickaxe voor een... Wow, een stone pickaxe sword? Wow, dit is gewoon een pickaxe en een zwaard bij elkaar. Oké, dit is heel erg apart om te zien. En we kunnen daarmee dus volgens mij gewoon minen. En tegelijkertijd kunnen we daarmee mensen gaan aanvallen. Omdat hij natuurlijk ook nog super sterk is volgens mij. Oké, dat is wel heel erg... Huh? Wow, als ik rechter muisknop doe, kan ik alles in één keer weghalen. En nu heb ik gewoon het hele huisje hier weggehaald op deze manier. Kijk dan. Oké, dit is echt een mega sterk zwaard. Het volgende is een torch plus een iron ingot. Dus we moeten wat iron zien te verzamelen en een torch bij elkaar doen. Oh, meneer de golem. Er moet hier toch wel ergens een iron golem zijn in deze village. Want die kan ons al meteen wat iron geven. Laten we even op zoek gaan. Kijk, kijk, kijk wat we daar hebben in de verte. Als dat de iron golem wel niet is. Oké, we moeten niet naar beneden vallen, Dennis. We moeten hier gewoon met een soort van trappetje die kant op bouwen. Want het laatste wat je wil is dat je hier... Boom, naar beneden valt! Oké, we zijn weer terug zoals je kon zien. En het enige wat we moeten doen is jou killen. Oké, laten we hier omhoog bouwen. En dan vallen we jou aan. Oh, oké, eentje hoger. En dan gaan we ons zwaard gebruiken. En dankjewel voor al het iron natuurlijk. We moeten alleen weer veilig naar beneden zien te komen. En ik zie daar een zombie. Oké, we gaan gewoon een bommetje doen. Bommetje! Wow! Oké, dat was makkelijker dan gedacht. We hebben het gewoon gehaald. Alleen, ik zit hier vast. Oké, perfect. We zijn weer bij de combiner aangekomen, zoals je kan zien. En we moesten dus een torch samenvoegen met een iron ingot. En dan krijgen we een steel torch. En ik ben heel benieuwd wat dat doet. De volgende challenge die we meteen al hebben gekregen is een iron boots plus een spinnenoog. En spinnenogen zijn best wel lastig om te krijgen. Laten we kijken wat deze torch doet. We plaatsen de torch gewoon hier, denk ik. Of kijk eens aan... Huh? Wacht eens even. Elke keer als ik de torch plaats, verandert gewoon alles hier zo. Wow! Op die manier veranderen alle ores van dit huisje. Oké, dit is heel erg vet. En natuurlijk met deze stone pickaxe sword kunnen we alles makkelijk hakken op die manier. Kijk, staan. Au, 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 au. En we kunnen het gebruiken als zwaard. Oké, dit is echt perfect. Het is inmiddels nacht geworden en we moeten op zoek gaan naar spinnen. Oh, oké, auw. Dat deed heel erg veel pijn. Maar laten we zo'n aardappelwortel eens proberen. En oh, die hield echt mega veel. En dat is best wel lekker op zich. Oh, nee. Allemaal creepers. En een spinhoog, een spinhoog. En dan kunnen we eindelijk zometeen de boots maken. Laten we denk ik de nacht maar gaan overslaan. Villager, dit is mijn bed nu. Ik heb heerlijk geslapen. En we kunnen ook meteen de volgende item gaan combineren. Namelijk het spinnenoog volgens mij samen met de iron boots. Dus de iron boots in, het spinnenoog erin. En we krijgen spider boots. Huh? Oké, ik ben heel benieuwd wat dat doet. Laten we deze gaan dragen. En wow, die zien er wel heel erg vet uit. Maar wow, we kunnen daarmee makkelijk alle muren opklimmen en dat soort dingetjes. En er stond trouwens ook dat we de stone pickaxe sword konden upgraden. Wat nou als we er een klein beetje iron bij doen? En wow, we krijgen dan een iron pickaxe sword. Oké, dat werkt dus echt. Dus we moeten hopen dat we diamonds krijgen. Want dan kunnen we misschien een diamond sword ervan maken. Maar wat is nou eens het volgende wat we kunnen maken? Dus probeer om een schild samen met Netherrack te doen. En Netherrack vind je natuurlijk in de Nether. En wacht eens even, we hadden ook nog een enderkist gekregen. Wat zit daar trouwens in? We hebben daar 3 enderpearls. We hebben daar wat obsidian. Daarmee kunnen we natuurlijk naar de Nether. We hebben flint. We hebben een boog. En we hebben vuurwerk. Geen idee wat ik daarmee moet. Kijk eens aan, een schild. En we hebben alleen nog maar Netherrack nodig. En up! Kijk eens aan, het Netherportaal. Ga je met me mee naar de Nether, de villager? Kom maar met me mee, we gaan deze kant op. Oké, het lijkt er niet echt op dat we hier Netherrack gaan vinden op de manier waar we nu spawnen. Maar wat we wel kunnen doen is, we kunnen makkelijk met de boots gewoon omhoog klimmen, dat soort dingetjes. Dat is wel echt super handig. Alleen moeten we wat Netherrack zien te vinden hier zo. En kijk eens aan, hier liggen genoeg Netherrack wat we allemaal kunnen verzamelen. Oké, het schild en dan Netherrack erbij. En wat krijgen we daarvan? Een lava schild. Protect yourself en verbrand anderen. Wat bedoelen ze daar nou precies mee? Kan ik dan andere dingen in de brand zetten als ze me aanvallen? Oké, val me eens aan, Magma-Q. Er gebeurt niet heel erg veel volgens mij. Misschien omdat het een Magma-Q is die tegen vuur kan. Wat is de volgende challenge die we moeten doen? We moeten een iron zwaard samenvoegen met een blaze rod. Kijk eens aan, het iron zwaard is gemaakt. Nu hoef we alleen nog maar op zoek te gaan naar een fortress voor een blaze rod. En dat kan nog wel even duren, wou ik zeggen. Maar daar staat voor onze neus al een fortress. Het enige wat we moeten doen is heel voorzichtig naar beneden zien te komen. Oh nee! Au, 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 au. Ik word aangevallen, ik word aangevallen, ik word aangevallen. Au, dat doet heel erg veel pijn. Oké, dat doet heel erg veel pijn. Dit zal je leren, dit zal je leren. Hop, nog eentje, nog eentje. Hup, en hup. Oké, we hebben hem. En hebben we daarvan een blaze-schot gekregen? Ja, eentje. Oké, dat is perfect. Oké, deze plaatsen we hier. De blaze-schot moest samen met het iron zwaard om een blaze blade te krijgen. Rechtermuisknop om Firefly te activeren. Ik heb geen idee wat dat doet, maar laten we het proberen. Het zwaard ziet er mega vet uit. En het volgende wat we moeten maken is een iron chestplate en een enderpearl. Oké, een enderpearl hebben we natuurlijk al. En een iron chestplate kunnen we makkelijk maken. Oké, maar shift rechtermuisknop, wat doet dat dan? Hop, wacht eens even. We kunnen hiermee vliegen. Wat? Ik vlieg gewoon! Alsof ik in creative zit. Oké, dan gaan we naar de overkant. Makkelijk zo vliegen deze kant op. En op z'n key. Iron chestplate. En samen met de enderpearl voor een ender chestplate. Oké, ik ben heel erg benieuwd wat hij doet. Deze doen we dan uit. Deze doen we dan aan. En dan nemen we deze weer mee. Kijk eens aan. En dan moeten we daarmee teleporteren. Blijkbaar kan dat op een of andere manier. Oké, eerst even kijken. Daar zo. Het lijkt erop dat ik niet teleporteer. Oh nee, 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 nee. Laat me met rust, laat me met rust. Au, au, au. Oké. We moeten zo snel mogelijk weer terug naar de normale wereld. En we zijn weer thuis, zoals je... Au, hey! Ik probeerde net wat te zeggen, oké? Oké, maar ik heb dus gevonden hoe ik kan teleporteren, let op! En we kijken die kant op, en hoppakee! En we kijken naar het huisje, en hoppakee! En we kijken naar de berg daar bovenop, en... Oh, dat is te ver, oké. Maar voor de volgende dingen die we konden combineren was een diamond samen met een eye of ender. En we kunnen met de blaze-schots blaze powder maken, en met de enderpearl kunnen we natuurlijk een eye of ender maken. Kijk eens aan, dat is perfect. Alleen hebben we een diamond nodig, en daarvoor kunnen we onze iron pickaxe sword gebruiken natuurlijk. Want we kunnen heel erg makkelijk naar beneden minen op deze manier. En kijk eens wat daar ligt. Eens even kijken. kijken, deze moeten we wegdoen. Onze hele inventory is echt een zooitje, maar we hebben een diamond. Oké, we moeten alleen nu naar boven zien te komen om de combiner weer te plaatsen. Alleen, we hebben een probleem, want onze iron pickaxe sword is kapot. Kijk eens aan, we plaatsen de combiner daar, dan doen we de diamond in. Samen met natuurlijk de enderpearl, of de eye of ender. En we krijgen hiermee een end teleporter. En wat die doet, weet ik niet precies. Het staat dat deze me naar een andere dimensie zal brengen. En er staat voor de volgende combinatie: probeer een boog samen met wat vuurwerk. En ik had volgens mij wat vuurwerk en een boog. Ja, kijk eens aan, een boog samen met vuurwerk voor een rocket launcher. Oké, ik weet niet helemaal wat dat doet, maar laten we dan maar de end teleporter gaan gebruiken, denk ik dan maar. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat werkt. Zijn we nou daadwerkelijk in de end? En we kunnen hier gewoon vliegen natuurlijk. Wow, maar wat is dan de rocket launcher die we kunnen gebruiken? Wow! Oké, ik schiet allemaal vuurwerk af op deze manier. Oké, dat is heel erg handig. Alle pilaren zijn uitgeschakeld. We hoeven alleen nog maar de draak uit te schakelen op deze manier. Wow, kijk hoeveel damage de rocket launcher doet. Oké, we moeten naar beneden voordat we namelijk zometeen naar beneden vallen. Oké, op zijn hoofdje, op zijn hoofdje. Oh, draak, je kan niet zomaar vluchten van me. Kom hier. Oké, hij is bijna dood, hij is bijna dood. Gewoon met de rocket launcher. Kom op, nog één hit. En we hebben hem! Deze wapens zijn mega sterk. Kijk dan, we hebben gewoon de ender dragon verslagen met allemaal items wat ze konden combineren. En zo hebben we makkelijk een Minecraft uitgespeeld. En kijk ook hoe het eruit ziet. Dit is zo vet. En we kunnen trouwens ook gewoon teleporteren als een enderman. Die komt op. Oh nee! Oh nee. Oké, dat ging bijna mis. We waren bijna van de map afgegaan. Dit was Minecraft, maar je kan alle items combineren.